Nou, we zijn hier vandaag met Romar Monfils bij de Almeloze Ruiterdagen. Wat doen we hier vandaag? Nou, vandaag zijn wij begonnen met de paardenweek. Afgelopen weekend hebben we het ponyweekend gehad, wat een groot succes was. En vandaag zijn we begonnen met de allerhoogste rubrieken op nationaal niveau, de subtop. Wat voor categorieën maken we dan mee? Wat wij nu meemaken is subtop. Dus dat is lichte toer tot en met Prix St. George. Daar staat vandaag en morgen staan we daarvoor in het teken. En vanaf morgenochtend en de rest van de week is ook alle nationale rubriek. En wat zijn de leeftijdscategorieën? Van hoe oud moet je minimaal zijn, maximaal? Voor het ponyweekend, ponies mag je rijden tot en met je 18e levensjaar. Ja, dan zie je echt dametjes van 6 jaar oud tot en met 18 jaar zie je hier starten. Dat was dus afgelopen weekend. En vanaf deze week is het 18 plus. En dan hebben we echt alle leeftijden. 18 tot en met, nou ja, wat zullen we zeggen? 60, 65? Dus voor de mensen die niet weten, wat is dat precies? Wij hebben hier twee dingen die we hier doen. Hè. We hebben hier dressuur, dat ziet u hier achter mij. En vanaf morgen gaan we ook springen op het andere terrein. Nou, springen, dat kent eigenlijk iedereen wel. Hè. Zo'n hoge hindernis waar zo'n paard overheen moet. Tot en met wel 1,40 meter hoogte. Wat best wel heel hoog is. Natuurlijk, de ponies hebben die 1,40 niet gesprongen. Die sprongen tot zo'n beetje 1,10 meter. Op wat ook al vrij hoog is. Hierachter zien we dressuur. En dressuur kent eigenlijk iedereen wel van. Bijvoorbeeld nog Ankie van Grunsven vroeger. Hè. Dat dansen met de paard op muziek. Dat zien we hier. De basis van de paardensport. Het zorgt dat je paard onder controle hebt. En laten zien wat je er allemaal mee kunt. Dat is dressuur. En mensen van heel Nederland komen hier. Hoe gaat het? Kunnen die gewoon blijven slapen? Of komen die elke dag heen en weer? Het verschilt een beetje. De mensen die uit de buurt komen, die zien we vooral dat die heen en weer komen. Hè, met de auto, met de trailer of met de vrachtwagen. De rest van de mensen die verder afkomen. We hebben hier twee campings. Een camping van onze collega's van de John F. Kennedy scoutinggroep. En onze eigen camping. En daarnaast hebben we hier 260 stallen op het terrein waar mensen naar hun paard kunnen laten verblijven.